Nou, Slek is begonnen aan de laatste kilometer. 12% de Kouberg. De bijna heilige fietsberg van Nederland. En een jonge Luxemburger, relatief jong. Hij heeft niet veel fietsjaren. Rijdt aan de leiding, gevolgd door deze Zwitser. Deze man, die de hele dag is bezig geweest. En die een prachtige race heeft gereden. Tussen vlaggen en toeschouwers zien wij naar Frank Slek. Hij valt niet stil. Die Luxemburgse kampioen. En Ivanov probeert het wel. En Perdiguero zet misschien wel aan. Maar Kroon zit daar als een mooie waakhond. En deze man gaat op de grote versnelling. Dit moet verschrikkelijk pijn doen wat hij nu doet. Voor mij de beste man in koers wat hij vandaag heeft gedaan. Na zo'n voorjaar wat bijna afgeschreven was. Hij gaat er niet bij komen, lijkt me. Nee, Slek heeft gewoon echt vleugels. Kijk. Eén wedstrijd won hij verleden jaar en dat was het Luxemburgs kampioenschap. Zijn andere uitslagen noemde ik. Dit is sprinten voor de derde plaats wat hier gebeurt. Want de Amsterdam Gold Race krijgt een Luxemburgse winnaar. Naar Danilo Di Luca verleden jaar. Waar de mensen denken een rood-wit-blauw te zien. Ik kan het wel een beetje indenken op het ogenblik. Rood-wit-blauw is niet bij Van Bon, maar dit is bij Frank Slek. CSC scoort weer. Verleden week, Calcaterra. Nu, Frank Slek. Aanvallen loont. Altijd, overal. Ook in een vorstendom. 1 Slek. 2 wordt Wezeman. Die op een plaat van je welste naar boven zichzelf aan het trekken is. Ja, dit is hem gegund. Hij is helemaal terug. Dapper gereden. Tweede keer aangezet. Kijk eens hoe makkelijk hij is weggegaan. 2 is Slek. Goed gereden. 2 is Wezeman, pardon. Goed gereden. 1 Slek, 2 Wezeman. Dus we hebben een Luxemburgse winnaar. Een nummer 2 uit Zwitserland. U ziet de chaos rond de winnaar. En hier wordt Bogart nou eens niet tweede. Maar hij wordt derde voor Rebellin. Hoewel Karsten Kroon het daar niet helemaal mee eens is. Kroon gaat nog over Rebellin. Ik werd derde. 4 is Kroon. 5 is Sinkiewicz. 6 Rebellin. 7 Perdiguero. 8 is Bettini. 9 wordt Wezeman. Wordt Weekman. 10e wordt Ivanov. En dan hebben we de mannen van de eerste kopgroep hebben we binnen. Bogart dus. Geen tweede, maar derde. Hier, Ballan. Moos. En wat hebben we dan nog meer? Sanchez die hieruit. En zo hebben we een fraaie aanval van een jonge vent gezien. En komt Oscar Freire nu over de streep. En Thomas Dekker nu over de streep. En hebben we een koers gehad met Valverde nu. En Koos Moerenhout die dansend naar boven komt met de rest van het gezelschap. Een Luxemburgse winnaar dus. We begonnen deze Amsterdam Gold Race 41 jaar geleden met de toen nog onbekende Jean Stablinski. Tenminste voor het Nederlandse publiek. Een man die ooit al wereldkampioen was geworden. En we hebben nu na 41 jaar een Luxemburger op de lijst staan. En dat is wel leuk. En van deze man gaan we nog een boel horen. Hij heeft nog een broertje ook. Die is 4 jaar jonger. En die kan ook fietsen. Andy. Maar deze Frank. Ja, ja. Die kan fietsen hoor. Ik zei u al de manier waarop hij reed. Verleden jaar in Zwitserland. In Zurich tweede. Derde in Lombardije. En hier heeft hij heel goed en heel attent gereageerd toen de grote meneren even naar elkaar aan het kijken waren. En dan blijkt hij dus alleen weg te kunnen blijven. Dat vind ik een verdienst. Ja, je kon duidelijk zien op die klimmetjes dat het niet vanzelf ging. Dat het toch steeds in de reactie moet. En dan kiest hij zijn moment op het vlakke. En dan houdt hij stand.